De politieke partij Doe heeft vandaag haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Rocher Cameron, adviseur en lid van de ontwikkelingsafdeling van Doe, zegt dat het verkiezingsprogramma onderverdeeld is in economie, onderwijs en bestuur en samenleving. Bij het speerpunt economie haalde Cameron aan dat onze economie eigenlijk op onszelf gericht moet zijn en dat we niet meer moeten wachten op investeringen van buiten. Cameron vindt dat op het gebied van bestuur een aantal zaken veranderd moet worden. Eén daarvan is volgens hem het kiesstelsel dat om corruptie vraagt. Want wij zitten hier vandaag als partij en mensen naar buiten 100% vrijwillig. Ik ga het doen niet zien met 80.000 vlaggen of ergens een voetbalveldje maken of met bussen rondrijden. Want unaba money. Wanneer een partij dingen verdeelt of heel veel campagne kan maken, hebben ze dat geld ergens vandaan. Een politieke partij is geen bedrijf met winst, dus ze hebben ergens geld vandaan. Sponsoring. Wel, als iemand geld kan zetten op de bank of spaarrekening of gaat geven aan een politieke partij, dan moet die winst hoger zijn. Met andere woorden, wanneer die partij aan het bewind is, als man van Zapota moet kiezen, moet niet bakken. En dat is de basis van corruptie in Suriname. Zolang wij ons kiesstelsel niet veranderen, gaat corruptie niet verdwijnen. Want campagnes kosten geld en iemand moet dat geld op tafel zetten en die persoon wil zijn geld straks terug. Doe-voorzitter Stephen Alfayesi gaf aan dat het verkiezingsprogramma gebaseerd is op de noden en grieven van het volk. Alfayesi zei verder dat het COVID-19-virus serieus moet worden genomen. Als de verkiezingen in dat kader verschoven moeten worden, zou dat goed overwogen moeten worden, benadrukt Alfayesi. Karel Breveld, Doe-parlementariër, zegt dat behalve het COVID-19-virus er ook een corruptievirus in Suriname heerst. Breveld benadrukt dat het corruptievirus behoorlijk post heeft gevat in alle lagen van het land. Als je in een moeilijke situatie, in een noodsituatie verkeert, dan moeten er maatregelen getroffen worden. Maar je zal dat, en dat is een overheid, dat is goed bestuur, je zal dat in samenspraak moeten doen. Zeker als het gaat om eventueel verschuiven of opschuiven van de verkiezingen. Ik heb gehoord dat is nog niet aan de orde, maar dat moet goed doorgesproken worden. Waarom zeg ik dat? Als het moment daar is om die eerlijke en transparante en geheime verkiezingen te garanderen, dan zijn er een aantal condities nodig om dat te kunnen garanderen. En het is niet te geloven, de onderwereld is de bovenwereld geworden. En een heleboel dingen lopen door elkaar, gewoon omdat de corruptie zo stevig genesteld is in deze samenleving. En we weten dat als we dat niet aanpakken, we niet vooruit gaan komen. Want we verdienen wat money, maar voor zich denk je, a money dat die, egona sma, die noms abba money. En de sma die abbe van oudu, ne kiezen. En ik denk dat het belangrijk is dat we blijven hameren als volk. Surinaams volk moet gewoon opstaan en zeggen, we moeten stoppen met corruptie. We hebben behoorlijk bestuur nodig. We hebben recht op behoorlijk bestuur in dit land. En als wij niet met z'n allen opstaan, dan gaan we maar blijven praten. Ja, de mij voor den zakka, politici en voor den zakka, mine voor mi zakka. En if trouwen voor den zakka, dat a people moest open voor taki, dit accepteren wij niet meer. Karel Breveld, Doe-parlementariër. Hij sprak vanmorgen bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van de partij in ons huis aan het Kerkplein. De rode draad daarbij was dat Doe een sterke tegenstander is van corruptie.